Michel Wuits die is zich op dit moment door de krochten en gangen van de VRT en weg aan het banen richting studio, maar wel al bij ons, Johan Musset. Welkom, Johan. Goedemiddag. En jullie maand zonder tour, voelt dat vreemd? Het voelt allemaal wel wat vreemd. Eerst aflasting Strada Bianchi en dan volgt alles snel op. Dan ook finale ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. En toch die twee wedstrijden die mij het nauw aan het hart liggen. Mm-hmm. En dan volgt het allemaal heel snel op. Annulaties en onzekerheden. En vandaag nog altijd wat lichte onzekerheid toch voor de wedstrijden die in augustus gaan losbarsten nu. Dus hopelijk kan het allemaal losbarsten, maar renners die staan echt wel te springen om nu te koersen. Ja, niet alleen renners, wij ook natuurlijk met z'n allen. We gaan jouw verhaal in de Tour even bespreken. Ik zei het al, twee ritten gewonnen, gele trui gedragen. En wat de echte kenners wil weten, maar sommigen misschien niet, in 89 als tweedejaars prof erbij, toen Greg LeMond de Tour won als ploegmaat. Waar plaats je dat moment in een carrière met veel overwinningen? Vooral een overwinning van een kleinere ploeg die vooral veel geld tekort had. Hè. Want dat was het probleem bij ADR en bij José de Coeur, zijn ploeg. Vooral een grote motivator, José. Daar heb ik enorm veel aan geleerd. Zijn motivatie voor de wedstrijd. Met, echt een motivator, pur sang. Maar dan vooral een ronderenner, Greg LeMond. En dan mag je dan als nog groene jongen, hè, mag je daar meegaan. En is dat wat, als zo'n jonge kerel, wat was je, 24 jaar, om met iemand van de Ronde van Frankrijk te winnen? Ik weet nog heel goed, ik moest overtuigd worden door José de Coeur om mee te gaan. En in de finale heeft Adrien van der Poel mij in de Ronde van Luxemburg overtuigd om toch te gaan. De vader van Mathieu, fijn, ja, Adrien, naam genoeg zelf. Aan de bar, dat was een beetje de tactiek van José, zegt hij, ik zal er iemand bij roepen, met kennis. Ja, dan komt Adrien van der Poel daarbij, zegt hij, ja, je moet zeker gaan, want uw motor moet groter worden. De moteur, hè. Ik zei, ja, ik was toen nog heel langzaam in het spreken en voorzichtig, bedeesd. Ik zei, ja, ik zal dan maar gaan. Hè. Je hebt je achteraf niet beklaagd, vermoed ik. Van dat je nee, ik heb veel geleerd van vooral van Greg LeMond en vooral ook van de Tour, wat het wel is, de Tour. Ja. We gaan in Sports Retro altijd grasduinen in het archief. En jij hebt dus wel wat archief. Eerst naar jouw eerste ritzege, 1990, Mont-Saint-Michel. We gaan naar de beelden kijken, je mag meekijken, je mag ook uitleg geven. Wat herinner jij je daar nog van? Vooral een veel wind die dag, veel waaiers, maar finale rijdt toch wel een veeltallig peloton naar de meet toe. Olaf Ludwig begint en ja, ik zit eigenlijk al vrij snel op kop. En ik moet eigenlijk wel bekennen dat ik een klein beetje verrassend wel win. Je had het zelf niet verwacht? Nee, want ik was op zich ook niet de massasprinter. Ik ben toen Heb je jezelf daar ontdekt als massasprinter? Ik ben toen gebombardeerd geweest door de sprinter van België. Omdat het toen ook in België, er was niet echt een sprinter. Ja, dan komt er iemand die op jonge leeftijd twee toerritten wint. Dan nog eens de Champs-Élysées op het laatste. Ja, dan wordt gebombardeerd tot die sprinter, wat ik eigenlijk niet was. Ik was snel na een moeilijke wedstrijd met de kracht. Maar ik zat maar niet de pure sprint. Ik zat op veel momenten niet in de juiste positie. Ik kon ook die laatste 50 meter, wat een echte sprinter die aanhaalt, dat kon ik niet. Ik moest van ver aangaan. Of ik moest gewoon te veel op kop al rijden om positie te kiezen. Dus ik was eigenlijk niet de massasprinter dat men dacht. Ja. Over macht gesproken, over kracht gesproken. Je etaleert dat en je zegt het zelf ook op de Champs-Élysées. Laatste etappe van die Tour ook in 1990. Mark Uytroeven, ik hoor het hem nog zo zeggen, van veel te ver op kop. Maar dit was dan een bewuste tactiek door jou? Ja, ik had de dag ervoor gevraagd aan de mechanieker, de papa van Frank van den Broeke, Jean-Jacques van den Broeke, om een 54 buitenblad te laten monteren. Ik zei, ik ga de laatste bocht vertrekken. Je moet eens kijken wat een verschil dat je daar haalt om de chance. Ja, op Baffie. Ja. Ludwig, toch wel snelle mannen. Maar ik had tegen mijn teammakers gezegd, zet mij af de laatste bocht en ik ga vandaar vertrekken. Dat was gewaagd en dat was, niemand dacht dat het wel zou lukken. Maar het was wel de bedoeling. Ja, en ik lag ervoor al op mijn grootste versnelling. En ik heb me dan eigenlijk rechtgezet. En ik had die dag ook nog wel relatief frisse benen voor het einde van de voor tour. Het einde van de tour. Ja. Want meestal na 10 dagen tour was ik bij mij het vat op. Maar die dag was ik super gemotiveerd en had ik wel nog de frisheid om die sprint te doen. Ja, nog één ding voor we naar jouw keuze gaan. Ik ben eens even dat puntenklassement gaan opzoeken toen. Ludwig 256 punten, Musset 221 punten. Had jij niet net zoals Tom Boonen het groene klassement moeten winnen? Iemand met jouw kwaliteiten? Dat vind ik jammer dat ik dat niet heb gehouden. Ik denk dat je er toen dichtbij was. Ja, ik ben ook tweede geweest naar Abdou Jappar of naar Roland Jalabert.
die dan als sprinter hem omschoten tot meer rondrennen en ook in het gebaarte dan punten nam. Je was er misschien net iets te weinig mee bezig. Ja, je bent dan gelukkig met de tweede plaats, maar uiteindelijk stelt zoveel jaar later de tweede plaats niet mee. Ja. Als ik op zolder ga en ik zie die race groene trui al liggen, hè, want ik heb die nog allemaal, dat zijn er dan heel veel. Dan had je graag gehad dat het een echte was. Maar nooit in Parijs. Ja. Dat vind ik wel jammer. We hebben jou gevraagd uiteraard om een toerrit te kiezen die jou is bijgebleven. Je gaat terug naar 1995. Vertel. Ja, uiteraard. Ik heb 11 maal de Tour gereden en er zitten wel wat momenten in met hoogtepunten, dieptepunten, vreugde en verdriet. Ik heb veel meegemaakt in de Tour. Het was ook niet mijn grote liefde, de Tour. Maar toch moet ik er toch eentje uitpikken en dat is de val van Fabio Casartelli op de Porte d'Aspet. Met helaas de fatale afloop, onmiddellijk slachtoffer, dood. En dan rijd jij verder, want je ligt daar enkele minuten bij iemand die dan bijna weg is hier. Dat weet je niet. Dat hier komt. Is het beeld nog eens, hè, Johan. Daar zit jij in de Mapleitrui. Casartelli ligt net naast jou. Ik ben gevallen tegen die betonblokjes. En wel typisch voor d'Aspet. Dat heel die afdaling, of de kolla als je in omgekeerde richting rijdt, vol met betonblokjes staat. Je ziet het bloed. Hij lag ook enkele minuten in diezelfde houding en is niet veranderd. En ik heb hem ook nog bij het recht staan, heb ik hem nog vastgenomen. Ik heb dat zelf ook 5 minuten gezien. Heb je hem nog? Ja, ik heb hem bij de armen genomen. En toen zat de infuus al in zijn arm. Ik heb hem vastgenomen en ik heb geroepen Fabio, 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 Fabio. En de reactie was nul. Ik krijg er rillingen van. Ik vind het, dus ja, dat wist ik zelfs niet, dat je hem Dus bij mij in mijn carrière het beeld die bijblijft. En dan het minst positieve uiteraard. Maar vooral, dan rijd je die wedstrijd uit. Ja, je zit dan bijna 10 minuten achter, hè, op dat moment. Dan vertrekt het terug, langzaam in je ritme. Ja, dan krijg je wel hulp van de wagen om zo, om weer bij die groepetto te geraken. Want dat was wel de bedoeling. Ja. Dan komt je in die groepetto te zitten. Ja, verdwaasd, niks zeggen. Volledig van de kaart. Van de kaart. En dan komt over de meet. En ik zie Dirk Nachter halen. Die komt met zijn handdoek in zijn nek naar mij gelopen. En aan de linkerkant zie je Richard Virenque op dat podium staan met de bloemen. En net hetzelfde moment vraag ik, hoe is het met Fabio? En Dirk antwoordt, hij is dood. En dat was precies 100 kilo die op mij viel. Ja. Voor het antwoord en ook dat het beeld van de man Virenque zag staan op dat podium met juichend. De bloemen. Ja. Dat was zo het contrast van, ja, het leven is afgeknipt. En langs de andere kant is er vreugde met een... Zo vreed is het, helaas. Straks gaan we die beelden er ook nog bij halen natuurlijk. Maar eerst gaan we nog eens terugkijken naar die rit Saint-Girons-Cauterets, 18 juli 1995 is het. Het is de 15e rit. Yves Rhyn die rijdt al een paar dagen in het geel. En er is een hele zware bergrit die op de renners wacht met de Mantet, de Peyresourde, de Aspin, Tourmalet. De slotklim naar Cauterets en dan ook nog eens die Porte d'Aspet, helaas helemaal aan het begin van de rit. We luisteren naar Mark van Lombeek en Lucien van Impe, die bij het begin van de etappe ook al een slecht voorgevoel heeft. Het peloton daar dus rustig gegroepeerd op weg naar die 6 cols. Ik noem ze nog eens de Porte d'Aspet, tweede categorie. De Col de Mantet, Le Mourtis, eerste categorie. De Col de Peyresourde, eerste categorie. De Col d'Aspin, eerste categorie. De Tourmalet, beide categorie. En de Cauterets, eerste categorie. Ik heb hele slechte herinneringen aan die Col de Porte d'Aspet. Van in 1967, de eerste keer dat ik die col opgereden ben, ben ik in de ravijn geduikeld. Daarom, ik weet, die col is echt bergop rijden gaat, maar die afdalingen zijn echt gevaarlijk. We krijgen een aanval, dat is Arroyo, denk ik. Arroyo, de Mexicaan, met Virenque meteen erachteraan. Virenque dus aan de leiding. Hij gaat proberen zijn leidersplaats nog wat te verstevigen, maar die is al heel stevig, hoor. En het is Bruno Cornillet, denk ik, de allerlaatste uit de algemene rangschikking die is meegegaan. Dus voilà, ze komen bovenop die Porte d'Aspet. De afdalingen waar we het daarnet over hadden, Lucien, met de bochten. Ja, het is een gevaarlijke afdaling, veel bochten daarin. Cornillet dus vooraan, Virenque, en daarnet zag je toch het peloton iets verderop. Een valpartij daar, ja. Oeh, la 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 la. Zware valpartij, kijk eens. Zware valpartij daar. Is dat Ushakov die daar ligt? Zware valpartij. Een Motorola, er is daar iemand naar beneden getuimeld. Men is daar aan het uitkijken. Ja, men probeert daar
Oeh, la. Zware valpartij dus. Om Motorola, die daar veel bloed verloren heeft. Of die andere renner, kijk maar, is op de weg. Oeh, la. Ja, hier gaan we het zien gebeuren. Daar rechts, voilà. Ja, het is al gebeurd. Daar is ook een onze bij betrokken. En ja, tegen die betonblokken, als je daar tegenaan botst. Het is juist op dezelfde manier, ik ben ook zo te val gekomen. Tegen die betonblokken en zo naar beneden. Het is echt gevaarlijk. En de ziekenwagen daar meteen. Ja, die renner van Motorola die heeft gedaan. Ja, die is er zeker erg aan toe. Die gaat weggebracht worden, maar wie is het? Perini zou erbij betrokken zijn. Casartelli, de Bruineel zou de man van Onze geweest zijn, maar die zal terug weg zijn. Enfin, dat, als het Johan Bruineel was, dan is het toch niet zo erg geweest voor hem. Hij is weer weg. Er was ook een renner uit de ploeg van Romier en Musée bij, de Mapei GB-ploeg. Maar ja, dus u ziet hoe snel het gekomen is, die betonblokken inderdaad. En vooral als je daar dus tegenaan botst, zoals blijkbaar die renner van Motorola gedaan heeft, dat kan zeer zware gevolgen hebben. Kwetsuur, je zag het bloed op de weg. Dus dat moet Casartelli geweest zijn, die man van Motorola. Die naam wordt doorgegeven als betrokken bij de valpartij. Hij rijdt voor Motorola. Dat zou dus Fabio Casartelli geweest zijn. Hier komt men, denk ik, aangeven. Ja, ze komen aangeven om stiller te rijden. Ja, hier wordt die renner weggebracht. Ja. Casartelli, dus Fabio Casartelli, zwaar gekwetst bij die valpartij. Wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hier gaan we het nog eens zien. Hier, het is eigenlijk al gebeurd. Oh, kijk, want de renners zien het. En daar is daar iemand dus tegen de betonnen blokken terechtgekomen. U ziet daar de man van Mapei zitten. Ja, ik durf niet zeggen wie het is. En het zou inderdaad toch Johan Bruineel geweest zijn die we daar nog verder zagen door. En u ziet die renner van Motorola, die is zwaar gekwetst. U ziet daar het bloed. De man van Kelme die zich zorgen maakt om zijn collega. Die meteen aanwijst van stoppen, dit is erg. In elk geval veel bloedverlies, dat hoeft niet dramatisch te zijn natuurlijk, maar het is wel spectaculair en het is aangrijpend ook als je het zo ziet gebeuren. Een renner natuurlijk geen enkele bescherming wanneer hij het hoofd misschien beschermt, hoewel de meesten zelfs zonder valhelm hier rijden nu. Ja, het is warm, het is hinderlijk, maar het is toch gevaarlijk hoor. Stel je voor dat je zo met je hoofd daar tegenaan komt, tegen die scherpe kant van die betonblokken die daar de afboording vormen van de weg. Dus Fabio Casartelli wordt naar het ziekenhuis overgebracht na die zware valpartij in de afdaling van de Porte d'Aspin. Gevaarlijke afdaling, zoals Lucien van Impen al bij het begin van deze uitzending heeft aangegeven. En spijtig genoeg zijn zijn woorden hier bevestigd door de gebeurtenissen. Intussen zijn de renners aan de beklimming begonnen van de Monte le Murti. En bij de valpartij zou ook Johan Musée betrokken geweest zijn, maar die zou dus opnieuw kunnen start hebben. Zo wordt hier officieus meegedeeld. Casartelli die heeft vooral kwetsuur aan het hoofd opgelopen, veel bloed verloren. Ja, dat zagen we nu. Het hoofd bloedt altijd overvloedig wanneer het gekwetst is. Dus dat is vaak meer paniek op zo'n moment. Laten we hopen dat het inderdaad voor Casartelli beperkt blijft tot oppervlakkige verwondingen. Hij is met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Dan hebben we Dante Rezze, die is in de ravijn terechtgekomen en is daar weer uitgehaald. Uiteraard, goed voor hem. Baldinger, die was gekwetst. Dat was de Polti-man die we daar zagen liggen. Dirk Baldinger, de Duitser, de Polti-man. Die is gekwetst aan de rechterbil en die heeft opgegeven. Dus twee renners uit de wedstrijd verdwenen door die valpartij. Casartelli en Dante Rezze. En Perini was er ook bij betrokken, maar die zet zijn weg voort. Zij het dan op ruime achterstand.
al op 5 minuten voor het peloton. En voor hem kan het ook misschien wel een bijzonder zware opdracht worden om hier gezien ook de kwetsuren die hij heeft opgelopen bij die valpartij tijdig het einde te halen hier op Le Coteret Crédulis. Er wordt meegedeeld dat Casartelli in coma zou liggen. Dat is officieus hier, dus dat ziet er niet goed uit. Het was ook een verschrikkelijk beeld als we hem zagen liggen. Helemaal atonisch zoals dat heet. Dus de ledematen die niet meer een samendrukking vormen, maar die helemaal uit de haak liggen letterlijk. En dan zware kwetsuren aan het hoofd. Laten we hopen dat het allemaal beter afloopt dan op dit moment gevreesd wordt. En er wordt nu meegedeeld dat hij overleden is. Dus Fabio Casartelli is overleden. Ja. Slachtoffer van de valpartij. Het moet een verschrikkelijke slag zijn. Dat is verschrikkelijk. Dat is spijtig, ja. Fabio Casartelli is dus overleden aan de verwondingen die hij heeft opgelopen bij die valpartij daar straks. De Olympische kampioen van Barcelona 92. Afkomstig uit het noorden van Italië, uit de streek van Como. Hij zou in augustus 25 zijn geworden. Fabio Casartelli, die aan zijn derde profseizoen bezig was. Hij begon, debuteerde in de hoogste categorie 2 jaar geleden bij de Ariostea-ploeg. En won toen een etappe in de Settimana Bergamasca, een open wedstrijd. Vorig jaar reed hij bij ZG. Had veel gesukkeld met de knie. En door een knieoperatie uiteindelijk lag zijn hele seizoen aan scherven. En dus dit jaar Fabio Casartelli nog geen echt aanspreekmakende resultaten behaald. En Fabio Casartelli dus, hij is overleden, had een schedelbreuk opgelopen, zo wordt nu meegedeeld, bij die valpartij in de afdaling van de Portet d'Aspe. En in de helikopter had hij verschillende keer na elkaar een hartstilstand, terwijl werd telkens gereanimeerd. Maar uiteindelijk heeft het niet kunnen baten. Fabio Casartelli, en het is plotseling heel stil geworden hier op de commentatorsposities. Dus wat er ook gebeurt vandaag, de koninginnenrit in de Pyreneeën zal blijvend overschaduwd worden door dat overlijden van Fabio Casartelli. We gaan onze chrono indrukken boven op de Col d'Aspin, dus op 76 kilometer van de aankomst. En hij is boven. Hij is boven daar, voilà. Chrono ingedrukt. Het verschil is toch weer opgelopen in het voordeel van Viraki hier. Kijk, boven de minuut. 1 minuut en 9 seconden heeft Viraki voor op het groepje. Met Chiappucci als eerste daar boven op de Aspin. Dus op 76 kilometer van de aankomst. Het peloton met de gele truidrager op meer dan 4 minuten. Sainte-Marie de Campan. Dan beginnen we dus aan de beklimming van de Col du Tourmalet. We gaan dan onder meer in La Mongie voorbij komen ook. Maar Sainte-Marie de Campan, dat ligt op 860 meter hoogte. En we gaan dan naar de top van de Tourmalet op een hoogte van 2114 meter. Ah, Ries gaat. Marage, ja. Bjarne Ries valt aan. Nu gaan er brokken komen. Ja. Nu zijn ze vertrokken. Voilà, want dat is de eerste ernstige kandidaat uit de top van de klassering. Bjarne Ries vierde op 6 en 4 van Indurain. En nu moeten Jalabert en Zulle ook uitkijken. Bjarne Ries die staat op 1.36 van Jalabert. 1.36 van Jalabert en 3.18 van Zulle. Dus is het uitkijken voor die twee renners. Want deze Bjarne Ries zou een bedreiging kunnen zijn voor hun podium plaatsen. En daar komt één man, dat zou Zulle zijn. Alex Zulle,
die beseft het gevaar. Hij krijgt het niet direct dicht. Hij blijft hangen. Alex Zullen dus tweede in de algemene rangschikking op 2.46. En waar komt het peloton Indurain aan? Dat is toch wel een mooi verschil, daar is het. Maar hij moet dat is geen groot peloton meer, dat zijn nog een man of 7-8. En daar is Indurain, hij is al bij het Zullen gekomen. Voilà. Voilà, dat kon je verwachten. Hè. Hij heeft zijn ploegmat zo lang mogelijk laten rijden en nu gaat hij het afmaken. En nu het Zullen opletten, want het Zullen probeert te volgen. Opletten dat hij niet ontploft. Want Indurain, diens tempo ligt een stuk hoger dan wat Zullen daar net aan het rijden was. En kijk eens wat een massa volk daar ook op die bergweide. Nog 46,5 kilometer als hij onder het spandoek voorbij komt. Een afdaling van een 30 kilometer, zeg maar. En dan de klim. De slotklim naar Les Côtes de Credulis. Tak, Crono loopt. Daar komen de eerste drie achtervolgers. Dus Chiappucci aan de leiding voor Fernando Escartín en Hernán Buenahora. Een Italiaan, een Spanjaard en een Colombiaan. Hun achterstand schommelde daar straks altijd rond de driekwart minuut. Zakte is tot 37 seconden. Liep dan weer een beetje op tot 50 seconden. En het blijft ongeveer in die buurt toch ook. U ziet het. En hier is Ries bijgehaald. Ries is bijgehaald door Zullen en Indurain. En Mauri komt nu boven. Op meer dan 2 minuten wordt dat. Dus Virenque dan op een goede driekwart minuut. Chiappucci, Escartín, Buenahora. Op 2.13 hebben we dan net gezien Melchor Mauri. Ries heeft 1.36 achterstand dus op Jalabert in de algemene rangschikking. Dat zit er misschien wel in voor Ries. De afdaling nu. Dus op dit moment rijdt eens even kijken. Rijdt Virenque al 95 kilometer alleen voorop. Dus, ja. Ja, dat is de moeite waard. En over dus de Peyre Sourde, de Aspin, de Tourmalet. Allemaal tot nu toe is bovengekomen. Hij is op alle calls inderdaad eerst doorgekomen. Hier onder het spandoek van de laatste 10 kilometer. Top voor Virenque. En we gaan nu eens kijken waar de achtervolgers blijven dan. Dat is in elk geval nu al 45 seconden. Voilà, daar hangt het spandoek. 50 seconden. Top, dat is 55 seconden. En hier is Ries opnieuw gegaan. Bjarne Ries. Kijkt om. Is toch ook een durver. Man die zich niet laat doen. Hij rijdt kinderen in de verte. Voorbij de bocht al. Bjarne Ries. En terug met die grote versnelling. En hier draait het ook niet meer zoals het moet. Ik denk dat het gewonnen spel is. Nou ja, hier is het zeker het niet meer kracht bijeen dan vooraan. Ries op zoek naar de 5e plaats in de rituitslag. En eventueel naar de 3e plaats in de algemene rangschikking. Een ongelooflijk nummer heeft hij opgevoerd alweer. Deze Virenque, net zoals vorig jaar. Dezelfde beelden. Ja, hij gaat nu weer in populariteit waarschijnlijk een beetje voorsprong nemen op Jalabert. We horen onszelf hier niet meer. Zo hard wordt er hier geroepen en geapplaudisseerd. Daar komt hij door de finish. Richard Virenque. Chiappucci wordt tweede. Buenahora en Escartín. Dat wordt op 1.17. Bjarne Ries komt eraan en in de verte ook de gele trui van Miguel Indurain met Zullen en Madouas. Dus Ries op 2.29. En dan Indurain, Zullen, Madouas.
Ries is dus derde in de algemene rangschikking. Neemt die derde plaats over van Laurent Jalabert. Maar veel belangrijker dus dan de winst van Richard Veranken. Die dag het overlijden van Fabio Casartelli. Michel heeft ondertussen de weg naar de studio gevonden. Welkom, Michel. Je hebt meegekeken. Welk gevoel komt er bij jou terug als je die rit opnieuw ziet? Een zeer ongemakkelijk gevoel. Schaamte ook. Aha. Plaatsvervangende schaamte voor zij die stonden te roepen langs de kant, omdat de Franse chouchou won. Wellicht nog niet ingelicht over de ernst van de feiten. Maar ook schaamte voor datgene wat zich erna afspeelde. Ook voor mezelf. Je bent interviewer en je moet getuigenissen sprokkelen. En dat wringt met je karakter. Je wil niet profiteren van de ellende, van het verlies, van het verdriet van een ander. Maar anderzijds moet je, want dat wordt van je verwacht. Mm-hmm. Ik zag zijn leed. Hij lag op het asfalt. Hij was eerst de getuige. En ik heb de stap niet willen zetten om een echt interview met Johan te doen, omdat ik zag dat hij daar niet toe in staat was. Ja, dat klopt. Er is inderdaad een klein fragmentje, maar je hebt niet meer doorgevraagd. Nee. Van het moment dat Johan over de streep komt. Uit Schroom. Uit Schroom, ja. We hebben dat teruggevonden in het archief. Dat ging dan zo. Er kwam niks aan. No, nosotros ninguno. Ahora ya sí, sí. Ik zie een gebroken man. Johan, zijn er dingen die jij verdrongen hebt met de tijd? Komt er nu veel terug of staat dat... Die beelden heb ik niet meer teruggezien. Maar ja. Ik wist wel dat het... ik heb net vertaald. Onmiddellijk vraag ik hoe is het met Fabio. Ja, ik krijg de melding dood. En de linkerkant zie je dat podium. Dat gaf voor mij zo een heel slecht gevoel. En uiteraard denk je dan van... Waarom hij en ik niet... Ik heb dan enkele dagen in de Tour met die vraag rondgereden. Ik reed hier al niet graag de Tour en ik reed dan echt die dagen rond als van, oh ja, wat doe ik hier? En is dat dan de ploegleiding die jou overtuigt? Want jou zelf ja, waarschijnlijk wel naar huis. Uit die periode was het leuk en waren de renners in de Tour gehouden om compleet in Parijs te komen. Wat eigenlijk vandaag absurd is om dat te doen en dat wordt ook niet meer gedaan. Maar toen reden wij ook de Tour als voorbereiding op Wereldbeker daarna. Ja. Wat ook vandaag niet meer zo is. Maar ja, dan blijf je daar en krijg je terug wat klein beetje motivatie. Dan heb je in elke bocht schrik om te vallen. Wat ook typerend was, daarna had dan ook iedereen zijn helm dragen voor enkele dagen. Na vier dagen is dat dan er terug voorbij. Dan wordt die terug 100 meters verder gesmeden. Het wordt allemaal heel snel vergeten. Ja, toen ik jou liet weten dat dit de keuze van Johan was, dan was denk ik jouw eerste woord dat je zei, walgelijk, die rit. Ja, omdat de festiviteiten gewoon doorgingen. Omdat de organisatie niet ingegrepen heeft. Men had tenminste het respect moeten opbrengen. Men had misschien geen podium moeten organiseren. Om geen podium te organiseren en om de VIP's te sluiten. Ja. Hij, Veranken, is daar voorbij VIP-installaties gekomen waar mensen op het dak van een soort van dubbeldekbus champagne stonden te drinken en jolij te maken. Terwijl men het wist natuurlijk. Hè? Terwijl men het wist. Terwijl de organisatie onder leiding van Jean-Marie Leblanc dat toen wel degelijk wist. Het had toen van moed getuigd om te zeggen van we annuleren deze etappe, we zetten die daar al stop. We gaan geen feestelijkheden organiseren en zeker geen podium. Eigenlijk moet je zeggen dat men daar als mens in de fout gegaan is. Dat is een blunder. Ja. Dat is een blunder. En ik weet dat Jean-Marie Leblanc de eerste is om dat te beseffen en dat hij daar nu nog altijd spijt van heeft. Ik kan me dat absoluut voorstellen. Dat commerciële druk zal wellicht de grote geweest zijn. Het is al zeker een rol gespeeld hebben. De Tour van 95 was een Tour van Italianen. Helaas Casartelli, maar ook qua ritoverwinningen. Pantani heeft er 2 gewonnen, Cipollini 2, Chiandri, Baldato. Bolle hebben we gezien voor Veranke. Jalabert wint het groen. En Indurain wint voor de 5e opeenvolgende keer de Tour. Niemand die hem dat heeft voorgedaan. Oppermachtig in het werk tegen de klok. Had daar al de basis gelegd, want dit is de etappe... Lac de Vasivière, de tijdrit 1995, 19e etappe. Had je daar een goed contact mee met Miguel Indurain of was dat een man op zichzelf? Buiten dat het een man was van weinig woorden en stilte in alles, na de overwinning en ook in de wedstrijd. Maar hij had een buitengewoon respect voor iedereen. Een kleine renner, grote renner, hij maakte geen,
Hij was zonder kapzones. Ja, ja, hij reed in het peloton en had respect. Hij ging nooit buitengewone dingen doen. Niet duwen of trekken, zo, gewoon met zijn ploeg naar voren brengen. En dat was het. En ik had er wel een babbel. Dus een kampioen waar men respect voor had. Ja, ik heb wel nog altijd een... Ik doe mijn hoed af voor Miguel Indurain. Omdat ik, als je dan naast hem fietste, dan zag je zijn formidabele lange spieren. Hij reed ook altijd met een 54 buitenblad en 180 krenks lengte. Die ook uitzonderlijk is. Maar dat had vooral te maken met zijn beenlengte. Zijn, ja. Vanaf de knie tot aan de heup heeft hij op vandaag nog altijd de langste bovenbenen. Ja. Nou, dat werd vroeger in de Tour gemeten. Ik weet vandaag, dat weet ik niet meer. Ik weet het ook niet. Wat voor iemand was Miguel Indurain voor jou, Michel? Ik onthoud twee anekdotes. Aan het eind van die ronde, van 95, ben ik hem eens morgens gaan opwachten. Maar dat hotel dat werd zo overrompeld door Spaanse aficionados, door supporters, dat er geen doorkomen aan was. En dat was vroeten en wringen met de camera om überhaupt in het portaal van het hotel te geraken. En dan kwam hij de trap af. Ik had de indruk dat hij al die mensen rondom hem, dat hij die uitwiste. Het was een sphinx die zich niet wilde laten beïnvloeden door dat donderende lawaai. Die werd uiteraard beschermd door een paar bodyguards. En die kwam er doorheen. Dan rond zich. Die keek een keertje links en rechts, een hoofdknikje, maar voor de rest niks. Ja, onaantastbaar bijna. Niks kon hem irriteren. Dat mocht ook niet. Hij moest in de focus blijven. Maar dan zoveel jaar later ben je dan commentator in de Vuelta en dan is hij zijn schaarse keer is hij gast. Want dat doet hij niet vaak. En dan kom je op de parking en dan staat hij daar helemaal alleen, met niemand om hem heen, geïsoleerd als het ware bij zijn auto, nog een telefoontje te plegen naar God, ik weet niet wie. En dan... En daar staat hij wel Miguel en dan komt Indurain. Hij naar mij. Ah, ja. Zeg, dat is de omgekeerde wereld. En hij zegt, ¿qué tal? Hoe gaat het ermee? En hoe is het met de kinderen? Wat weet ik allemaal? En hij zegt, gedaan. Oké. Okay. En dan hou je dat tijdens de uitzending in toch? Is hij er nu al? Loopt hij hier nu al rond? Zit hij in een VIP-toestand? Niet waar. Nee. Hij gaat dan ergens een koffietje drinken, denk ik, op zijn alleen. En komt dan in allerlaatste instantie naar dat podium. Weg van de drukte. Dus hoe hij was als renner is hij eigenlijk altijd nog altijd. Ja. We hebben nog één momentje uit jouw tourgeschiedenis. 93. Het jaar dat je geel draagt. Omdat je zei, dat beeld wil ik ook nog eens terugzien, omdat het heel speciaal was voor mij. Je rijdt in de gele trui en je mag in het geel de tijdrit rijden. En je mag starten net na Miguel Indurain. En dat vind je eigenlijk wel een eer. Ja, dus waarschijnlijk ook de etappe daarvoor dat ik derde word. Dat Briard de Ries de rit won. Waar ik uiteraard reed alleen maar voor de gele trui. En... Fietswissel Indurain trouwens onderweg, maar dat maakt allemaal niet uit. Hij pakt sowieso het geel. Nee. Tijd genoeg in de tijdrit voor Miguel. Ik had groot geluk dat hij voor me startte. Hè. Anders had hij jou gepakt, denk ik. Dus dat was al een groot geluk, want die man op 80 kilometer, dacht ik, 85 kilometer was een tijdrit. Dat pakte hij wel een paar minuten. Ja, dat waren nog eens tijdritten. Ja, daar staat die man daar voor u. Hè, en jij wacht dan uw tijd af om te starten. Je weet, die trui is voor die meneer. Maar vandaag mag ik nog eventjes 80 kilometer afzien in zijn trui. Dat was een moment die, ja, die voor mij wel heilig is. Dat ik heb een bewondering voor rondrenners. Ja. Ik vind dat speciale mensen. Dat kan ik me voorstellen, ja. We gaan daarmee het verhaal neerleggen met toch nog eens Fabio Casartelli in gedachten.